We hadden het net in het eerste half uur van dit programma over de Amerikaanse politiek. Nou, en nu de Nederlandse politiek, te beginnen met de toeslagenaffaire. Burgers die dus jarenlang onrechtvaardig zijn behandeld door de overheid, maar ook door de rechterlijke macht. Na excuses en geboden schadevergoeding blijft die donkere wolk ook boven het Binnenhof hangen. Wat zou nou echt recht doen aan de burger? Wat mag de consequentie zijn van wat er heeft plaatsgevonden? Rechtsgeleerde van de Universiteit Leiden Afsin Elian hier in de studio. Hartelijk welkom. Dank. En politiek journalist van Eén Vandaag, Marloes Lemsen, ook goedemiddag. Goedemiddag. Marloes Lemsen, verwacht jij überhaupt politieke consequenties als gevolg van die toeslagenaffaire? Nou, er zal toch wel een politieke consequentie moeten komen, denk ik. Maar wat dat dan precies is, dat is nog heel onduidelijk. Ze hebben er gisteren voor het eerst in de ministerraad met alle bewindspersonen over gesproken. Daarvoor een paar keer in het katshuis. Dat heb je misschien wel gezien de afgelopen weken. En ze zeggen steeds dat het tot nu toe alleen maar over de inhoud is gegaan. Maar het is ongetwijfeld ook over de poppetjes gegaan, zoals ze dat in Den Haag zeggen. Dus wie kan er aanblijven en wie niet? En moet eventueel het hele kabinet opstappen? Dat wordt ook als een optie genoemd. En ja, ze zeggen nu steeds, er moet wel iets gebeuren. Dus ja, ze kunnen het bijna niet meer maken om met de toezeggingen die ze tot nu toe hebben gedaan, dat er verder niks meer gebeurt, zeg maar. Want dat zou een beetje gek zijn. Dus je zou denken dat er toch, ja, of een bewindspersoon opstapt, dan wordt er als eerst gedacht aan Erik Wiebes. Die was ten tijde van het schandaal staatssecretaris van de Belastingdienst en hij is nu minister van Economische Zaken. Maar je zou ook kunnen denken aan het opstappen van het hele kabinet, ja, of iets anders. Maar dan moeten ze echt nog wel met een konijn uit de hoge hoed komen, want dan moeten ze gewoon iets totaal anders bedenken waardoor de schade toch beperkt wordt. Maar dat lijkt me ingewikkeld. Als van Elian, zou het zin hebben als Erik Wiebes inderdaad zou opstappen, of zelfs het hele kabinet? Nou ja, als Wiebes moet opstappen, hetzelfde geldt ook voor Hoekstra. Hè? Hij moet verantwoordelijkheid nemen namens vorige minister van Financiën, dus Belastingdienst valt daaronder. Ja, dat geldt ook voor Koolmees. Zij moet verantwoordelijkheid nemen namens Asscher, van daar viel het. Ja, dan kom je ongeveer dicht bij de val van het kabinet, hè? Want dan zijn te veel kernpersonen die weg moeten. En dus kan het niet op deze manier. Maar ja, dan is het inhoudelijk gezien, dus afgezien van tactisch wat het beste is voor dit kabinet, wat eerlijk gezegd voor mij niet op dit moment interessant is, wat het beste is voor dit kabinet, maar wat is het beste voor gerechtigheid? Hè? Hoe ga je voorkomen dat die situatie zich opnieuw zou voordoen? Dat is het belangrijkste vraag. Veel belangrijker dan de politieke consequenties. Veel belangrijker, want dit is uiteindelijk een rituele wassing. Laten we eerlijk zijn. Vanaf 15 februari zijn ze in reces, denk ik, in Den Haag. Campagne-reces, dan zullen ze tot verveling toe elke dag hier zijn of je telefooncontacten met jullie hebben. Krijg je hele rattenplan van verkiezingenstrijd, wat prachtig is, heel goed is. Maar dat heeft allemaal niet echt te maken met de kernvraag: hoe gaan we gerechtigheid realiseren? We moeten niet vergeten, in dat voor mij echt bijzonder rapport, ik heb nog nooit zoiets gelezen in Nederland, het rapport Ongekend Onrecht. Drie organen die zo worden geprezen door Montesquieu, hè, beroemde Franse filosoof, rechtsfilosoof, namelijk rechtssprekende macht, wetgevende macht, uitvoerende macht, die moet ook gescheiden volgens zijn beleven van elkaar, dat alle drie hebben gefaald, alle drie hebben ernstig fouten gemaakt. Waardoor ongekend onrecht is naar mening van de commissie ontstaat. Oké, als dat het geval is, dat Nederlandse staat als geheel heeft het onrecht tot stand gebracht. En juridisch kun je zeggen, en filosofisch, dat het hier sprake is van wettelijk onrecht. Nou, dat is een hele zware begrip. Wetten bogen juist recht teweeg te brengen en niet onrecht. Maar hier kennelijk, wetten hebben onrecht teweeg gebracht. Ja. Waarom zeggen we dat? Omdat het waren ook wetten en beleid dat niet alleen kabinet maakte, maar wetten worden ook door het parlement gemaakt, die allemaal onontkoombaar zouden leiden tot dit onrecht. Nou, dit is een hele unieke situatie, dat naar mijn mening. Bijna alsof je het hebt over een land waarvan je denkt, ja, nee, dat zal in Nederland zoiets nooit voorkomen. Dat bestaat eigenlijk niet. Echt, zou je nooit denken dat dit zou zich in Nederland voordoen? Kijk, Oké, je hebt een hele rare wet. Ik ben bestuursrechter. Ik zie dat in die wet echt geen ruimte wordt geboden. Door wie? Door 150 Kamerleden. Althans, een meerderheid daarvan die had gestemd op die wet ooit. Geen ruimte wordt geboden om voor die individuele burger, dat
klein mensje dat tegenover een grote machine staat. Namelijk de staat om een belangenafweging te maken. Om te kijken, ja, nou, de uitkomst van wat ik nu zie, verplettert die ene burger, is rechtvaardig of moet het een balans komen? Dan moet je je afvragen. Een rechter die ziet dat die niet in de wet is opgenomen, zo'n hardheidsclausule. En toch als een machine, alsof die een algoritme in zijn hoofd ziet. Als A wordt gezegd, jij zegt B. Gaat hij een uitspraak doen? Ja, maar weet je, we hebben dit natuurlijk al vaker besproken. We blijven ons erover verbazen. En het enige wat we kunnen doen is ons afvragen of het beter kan. En of het de zin zou hebben om de mensen die verantwoordelijk zijn, om die naar huis te sturen. Of juist te zeggen, ja, we moeten hier met z'n allen wat van leren. Maar Loes Lemsen, hoe groot is het gevoel dat dit onrecht zou moeten leiden tot andere manier van werken, andere manier van politiek bedrijven? Ja, nou, ik denk dat het enorm groot is bij elke partij. Dat leeft natuurlijk bij iedereen. Want ja, het rapport heet niet voor niks ongekend onrecht. Ik denk dat iedereen dat ook vindt. Er zijn ook in Den Haag echt geen partijen die denken van, nou, we laten het lekker zo doorgaan, want het is wel prima. Iedereen ziet dat die ouders gewoon enorm onrecht is aangedaan en dat daar iets aan moet gebeuren. En Afshin Elian had het net over gerechtigheid. Dat is natuurlijk precies waar die gedupeerden naar op zoek zijn. En die willen gewoon hun geld terug en gecompenseerd worden voor de schade. En wat je nu ziet is dat het kabinet heeft beloofd dat iedereen die gedupeerd is krijgt binnen, nou, inmiddels zal het ongeveer 3,5 maand zijn, krijgt ze 30.000 euro, ongeacht of de compensatie waar jij recht op hebt nou eigenlijk lager was dan dat of hoger. En mensen die dus dat voelt eigenlijk ook wel onrechtvaardig. Die worden daarna aangevuld. En dat voelt dan ook weer onrechtvaardig voor sommigen. Dat sommigen geld krijgen waar ze misschien maar helemaal geen recht op hadden. Van, en andersom. Maar ze zeggen, maar als je recht had op minder, dan krijg je alsnog 30.000. Zodat ze, want anders kost het heel veel tijd om al die dossiers uit te zoeken. En dan denken ze dat het nog veel langer gaat duren. En mensen die recht hadden op meer, die krijgen daarna alsnog dat bedrag aangevuld tot het bedrag waar ze recht op hadden. Maar het probleem is dat de zekerheid of ze dat bedrag echt op hun rekening krijgen, want op dat moment weten ze het natuurlijk pas zeker, die is eigenlijk net na de verkiezingen. Dus het lastige is dat ook voor die mensen, je kan de politiek zelfs daar nog niet eens op afrekenen, want dat moment ligt na de verkiezingen. Bizar. Dat is het woord wat er bijna bij past dat dit in dit land kon gebeuren. De Belastingdienst werkte met een geheim dossier waarin bepaalde stukken niet aan de ouders, maar ook niet aan de rechtbank werden overlegd. Valt dit voor jou uit te leggen, Marloes? Of kan daar de politiek mee wegkomen met dat er nog zoveel geheim blijft? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat dat bij heel veel beleidsstukken gebeurt. Dat er meer geheim blijft dan je eigenlijk zou willen. Dat geldt voor Kamerleden die vragen stellen aan ministeries. Maar dat geldt ook voor ons als journalisten. Soms doen wij bijvoorbeeld een WOP-verzoek. Dan vraag je om interne informatie bij je ministerie. En dan krijg je wel een mapje met informatie. Maar daar is dan ook een hele hoop op zwart gelakt. Waarbij je je afvraagt van, nou, zijn dit nou echt dingen die ik niet mag weten? Of hebben ze dat gewoon strategisch weggehaald? Dus hoe langer de overheid daarmee doorgaat, hoe meer wantrouwen dat ook schept. En ik denk dat door dit rapport dat ook wel heel breed duidelijk is geworden. Dus niet alleen bij de Belastingdienst, maar eigenlijk geldt dat voor de hele overheid. Dat het gewoon tijd is voor meer transparantie. En voor minder wantrouwen of iets wat dan wantrouwen terecht voedt. Want ook daar is dan sprake van. Ja. Als er één naam steeds ook oppompt van iemand die in de problemen zou kunnen komen hierdoor, dan is het van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Maar die naam is hier nog niet gevallen. Hij ligt binnen zijn eigen partij flink onder vuur. Vinden jullie terecht dat op hem ook de pijlen gericht zijn, Afshin Elian? Nou ja, hij was minister in der tijd. En het ingewikkelde dossier van toeslagen ligt niet alleen bij Belastingdienst, maar ook bij sociale zaken waar hij minister voor was. Nou ja, ik ben bang. Hoe wij dichter bij verkiezingen komen, word ik altijd voorzichtiger met het vellen van oordeel over personen. Omdat ik denk, nou, dit is toch een strijd en iedereen gaat iedereen nu aanvallen. Terwijl ik van nature heel scherp ben in het beoordelen van handelingen van anderen. Ja, hij is niet schuldiger of niet ernstiger heeft gehandeld dan alle andere kabinetsleden, voorafgaande ministeries, Dijsselbloem, ook minister van Financiën en anderen. Ik denk niet dat in die zin hij erger heeft gehandeld dan anderen. Alleen, hij heeft wel een
probleem, namelijk, kijk, voor VVD is het partij van recht en orde en weten we geen fraude. Daar kunnen ze nog een beetje wegkomen. Oké, hier is overdreven, zeggen ze, dat mag niet, dan doen we het anders. Maar voor PvdA, die juist altijd voor zwakkere moet opkomen. Althans, dat hem is het uitgangspunt. Veel zwaarder aangereden. Die zwakkeren worden verpletterd door. Dus laten we even dat naar is pijnlijk ja, voor hem, begrijp je. Laten we even naar Asscher luisteren hoe hij zichzelf verdedigde over zijn positie bij het televisieprogramma M. Ik stel mijzelf iedere dag de vraag, ben ik bereid, in staat om dingen beter te maken, om de toekomst vorm te geven? En zolang ik die vraag met ja beantwoord, en die beantwoord met ik ja, ben ik daarvoor beschikbaar. En dat doe ik met hart en ziel. Ik werk daar heel hard voor. Ik doe dat trots, omdat ik onderdeel uitmaak van een beweging die belangrijk is voor de toekomst van dit land. Maar ik accepteer het ook, want dat hoort bij mijn werk, dat er een dag komt dat het stopt. Daarom stel ik mezelf die vraag elke dag. Ja. Marloes Lemson, ja, je vraagt je echt bijna af of mensen die op zichzelf heel integer lijken te handelen, hier in een systeem zijn beland, waardoor ze, ja, of je ze al dan niet dat gaat aanrekenen. Ja, dat ze eigenlijk ook onder hun eigen bewind deden wat ze deden en niet eens hadden bedacht dat het anders moest. Is dat inmiddels wel? Nee, wat je hoorde bij die voor. Ja, zeg maar. Ja? Nee, ik wil ja, graag wat je hoorde bij die verhoren was destijds vooral dat maar al die oud-bewindspersonen werden verhoord toen die commissie bezig was. En wat je eigenlijk structureel hoorde bij iedereen, bij Asscher, maar ook bij Wiebes bijvoorbeeld, was dat ze zeiden, het is niet zo dat we er nog nooit van gehoord hadden. We hebben vast wel een keer een signaal gekregen. Maar dat signaal was niet zo alarmerend dat ik zelf dacht dat het heel erg was en dat ik dacht dat ik er iets mee moest. Dus ze hebben eigenlijk allemaal achteraf spijt van dat ze die signalen niet serieuzer hebben genomen. En ja, kan je iemand daarop afrekenen of niet? Ja, iemand is uiteindelijk als bewindspersoon toch eindverantwoordelijk. En het lastige met Asscher is dat hij inderdaad, zijn partij is natuurlijk het tegenovergestelde van de VVD ongeveer. De VVD is super pragmatisch. Dus die kiezers kunnen nog wel eens denken van, nou, Rutte, kom maar lekker door hoor, de volgende verkiezingen, prima. En bij de PvdA ligt dat toch iets anders. Inderdaad, omdat die kiezers even voor zwakkeren willen opkomen. En dit was natuurlijk ongeveer het tegenovergestelde wat gebeurde. Dus dat in principe denk ik trouwens niet dat Asscher nog gaat opstappen hoor. Volgende week is het partijcongres bij de PvdA. Ja. Er is wel een motie ingediend door iemand waarin staat dat hij zou moeten opstappen vanwege de toeslagenaffaire. Maar eigenlijk heeft Asscher best wel veel steun binnen de partijtop. En ook binnen de Kamerfractie krijg ik nou niet het idee dat er mensen zijn die hem echt weg willen hebben als lijsttrekker. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij gewoon blijft. Oké. En ook nog de Raad van State gaat zelf onderzoeken of de burger wel genoeg is beschermd. Het was de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Bart-Jan van Ettenkoven, die nu zegt, ja, we gaan die hele kast met zaken en uitspraken ook doorlichten. Dat is ook nog niet eerder gebeurd, hè, Afzin? Nee, op dit niveau niet. En ik ben heel blij dat ze het doen, maar ik vind dit allemaal onvoldoende, hoor. Want je moet uiteindelijk kijken, wat schiet tekort in hun opleidingen en in hun denken dat het hiertoe leidt uiteindelijk. Dus je moet eigenlijk fundamenteler gaan kijken. Misschien zit iets in de wetgeving, dan kun je wetgever een advies geven. Maar zeker in de opleidingen van mensen. Ik bedoel, je kunt altijd, er zijn genoeg rechtsbeginselen waarop ze konden een beroep doen om toch op een bepaalde wijze een schild te vormen voor een individu dat het onrecht niet verder komt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, dus ik van vind alle fronten. He, dus ja, politiek gezien, bij de recht, maar ook de media, die hebben ook op hun donder gekregen. Pieter Omtzigt zei dat er heel vaak ook burgers bij media aanklopten en dat die ook geen gehoor gaven in eerste instantie. Want ze dachten, nou ja, als een rechter heeft gezegd dat u geen recht heeft op een toelage, nou, dan zal het wel kloppen. Dus dat is een wijze les voor iedereen en het is nog niet afgelopen. Ik wil naar een ander onderwerp. Persconferentie van het kabinet komende week en dat zal gaan over